carrière in de gemeenteraad, in het Schepencollege, in de Kamer, in het Vlaams parlement en in de Vlaamse regering een carrière om u tegen te zeggen. Met het minister-presidentschap vandaag als bekroning. Eigenlijk moet ik zeggen dat vrij snel na de eetaflegging van Geert als minister-president dat in de buik van onze afdeling bij een aantal vrijwilligers toch het verlangen groeide om er iets meer mee te doen, om er echt een feest van te maken ook. En dat hebben we geprobeerd te doen met deze voormiddag, ja, een soort huldeconcert. Een concert afgewisseld met getuigenissen van goede bekenden van Geert, Frida Brepoels, Ben Weitz, Theo Franken. Wel, dat doet bijzonder veel met mij. Dat raakt mij, dat emotioneert mij. Ik had gezegd aan de mannen, je moet dat niet doen. Ik begin er nog maar aan. Ik vind dat te vroeg en dat is ook niet echt wat ik vraag. Maar nu het er is, ben ik ontzettend blij. Het geeft een heel, heel warm gevoel. Zoveel mensen, familie, vrienden. Ja, partijgenoten, maar niet alleen van de stad, niet alleen van het arrondissement. Eigenlijk van heel Vlaanderen. En ja, het raakt mij echt. Geert was vanaf het eerste moment dat ik hem kende een heel hard werkend parlementslid. Ja. Zoals er op dit ogenblik jammer genoeg veel te weinig zijn, denk ik. Hij nam dat heel ernstig op. Hij werkte keihard aan wetsvoorstellen. Nu hebben ze daar allemaal medewerkers voor. Dat bestond toen eigenlijk niet. En hij schreef die allemaal zelf. Hij verbeterde die van ons ook. Natuurlijk, ja, vooral ook op taalvlak. Ik hou van taal, maar ik wil er ook op wijzen. Mensen zouden kunnen denken dat ik puur formalistisch kijk naar notas. Nee. Ik bekijk ze dus ook inhoudelijk. Hè. Ik ben echt bezig. Wat is nu de kern van de zaak? Ik denk dat Geert niet alleen zijn koppigheid mee heeft, die ook ervoor zorgt dat hij zeer rechtlijnig te werk gaat. Maar hij heeft een enorme werkkracht, doorzettingsvermogen. En dat heb je toch echt wel nodig om te slagen. Je kan wel beginnen aan iets, maar dan een werk niet afmaken. Dat bestaat niet in de woordenschat van Geert. Alle goede eigenschappen van Geert is in kaart brengen. En dus ik heb dat... Ik heb dat gedaan, dat is het boek van alle goede eigenschappen. En dus ik heb dat hier ingestoken. Kijk, ik heb het mee. Dat hier. Dus heel het weekend toch wel moeten nadenken. Maar ik heb er een paar gevonden. Lees maar. Ja, ik dacht, maar ik kan het moeilijk lezen. Attent, galant, bedachtzaam, loyaal. Maar eigenlijk zijn er wel veel meer, hoor. Ja, ja. Ik weet persoonlijk uit ervaring dat Geert een heel harde werker is. Ik ben daar heel trots op. Waarom niet? Hè? Dat is een goed gevoel voor die zeggen mee. En, ik denk wel dat Geert dat heel goed zal doen.